Welkom bij Nieuwe Vraag op Straat. Ik sta hier in de Bosstraat, de eerste fietsstraat van Breda. Door middel van andere beleiding op de weg krijgen de fietsers meer ruimte. En feitelijk worden de rollen omgedraaid. Fietsers meer ruimte en auto's hebben zich achter de fietsers te houden. Wat vindt u hiervan? Wat vinden de ondernemers ervan? En zijn er meer straten in Breda die een fietsstraat moeten worden? Graag hieronder uw reactie. Vraag op Straat, vraag het aan u. Ik vind het heel erg makkelijk. Ik ben het ook gewend vanuit Tilburg. En het is gewoon makkelijk. Je hoeft nergens rekening mee te houden met de auto's eigenlijk. Nou, heel goed. Prima. En kun je mij uitleggen waarom? Nou, kun je lekker doorfietsen. Ja, heel goed initiatief. Zeker. Ik had verwacht dat het iets beter uit zou pakken en dat de veranderingen beter zouden zijn. Bijvoorbeeld grote bloembakken om de snelheid eruit te halen. Het gaat vooral hard met de jeugd en de kwadjes en de... Die dingen, zeg maar. De normale mensen passen er eigenlijk heus wel aan. Die gaan echt heel achter de fietsers rijden om het voorbeeld te geven, zeg maar. Maar ik weet het niet. Zoals het er nou uitziet, nee. Het is natuurlijk pas sinds kort. En deze week is het eigenlijk, gisteren is hij officieel geopend. En de eerste indrukken van mij zijn wel positief, moet ik zeggen. De mensen passen zich vrij snel aan, vind ik. Tenminste, dit gedeelte dan. En auto's rijden minder hard. Dus dat is eigenlijk ook de bedoeling van de fietsstraat. Hè? Mensen moeten het nog een beetje snappen, zal ik zeggen. Dus het moet nog een beetje... Ja, want mijn vraag is gelijk, ik kom hier aan en ik heb gelezen over dat het de eerste fietsstraat is. Maar ik vind het heel weinig aangegeven. Ja, daar hebben we dus ook aangekaart en er wordt dus aangewerkt. Er komen logo's bij in het fietsgebeuren en de middenstreep. Die wordt wat duidelijker herkenbaar gemaakt. Dus dat zijn allemaal de beginfases van zo'n eerste straat. Het is de eerste straat, dus dat moet ergens een pilot zijn. En dan krijg je kritiek of positief of negatief. En dat wordt dan aangepast, dus daar zijn ze mee bezig. Dus dat komt goed. Het idee vond ik goed. Ook omdat ze hier best hard altijd door de straat heen rijden. Maar of ik nou verschil zie in hoe nu de fietsstraat is en hoe het idee was. Want ik vind dat ze nog steeds wel erg hard rijden. En als er alleen fietsers toegelaten worden, dan lijkt het me een top idee. Maar ja, als je deze straat helemaal autovrij maakt, ik denk dat de winkeliers daar niet heel erg blij mee zullen zijn. Maar wat zouden ze nou kunnen doen om ervoor te zorgen, dat het wel gaat werken, maar dan met auto's erbij? Ik denk duidelijker aan de automobilisten maken dat het een fietsstraat is. Want ik zie nu nog niet heel veel alleen aan het wegdek zelf. Met vlaggen of misschien met dingen boven de straat. Ik denk dat ze het gewoon op tv moeten vertellen van we hebben een nieuwe fietsstraat en dat er borden moeten komen. En ja, ze zijn nu al wel bezig met de tekens op de weg, maar ja, het is nog niet helemaal duidelijk, denk ik. Stel dat dit een succes wordt hier in deze straat, meer straten in Breda waarvan je denkt dat moet nou echt de fietsstraat worden? Nee, heb ik niet. Deze straat is wel het makkelijkst om naar de stad te gaan en weer terug uit de stad. Dus ik denk dat dit wel een hele makkelijke straat is en een goede straat om een fietsstraat van te maken. Nou, toegangsstraat in Breda, de Bosstraat is er eentje van. De Haagdijk is natuurlijk de tegenhanger, dat is de andere ingangsstraat naar het centrum toe. En voor de rest zou ik het niet zo weten.